Hallo, leuk dat je weer kijkt. Vandaag wil ik je vragen mee te doen aan een experiment. Om te kijken wat aandacht met ons doet. De vorige keer hebben we al gemerkt dat de aandacht kan afdwalen. Bijvoorbeeld naar gedachten of naar gevoelens. Maar dat we de aandacht ook kunnen sturen. Nu wil ik het met je hebben over voeding. Dus pak er maar iets bij wat je op kan eten. Bij voorkeur 3 dezelfde dingen. Traditioneel wordt dit gedaan met de rozijn. De beroemde rozijnoefening. Dus misschien heb je die in huis, kan je die pakken. Vinden tussen de krusli. En als je die nou echt niet in huis hebt, pak dan iets van een mandarijntje of een paar druiven, een walnoot, wat je wel hebt. Zet je het filmpje maar even stil en dan zie ik je zo terug met 3 dingen die je op kan eten. Welkom terug. Ik hoop dat je 3 dingen hebt kunnen vinden om op te eten. Ik ga dit met de rozijn doen. Dus je pakt 3 van diezelfde dingen en eentje mag je daarvan in je hand nemen. En de andere 2 leg je gewoon nog even opzij. Nou weet je natuurlijk wat het is wat jij in je hand hebt. Maar ik wil je vragen om eens te doen alsof je dit voor het eerst ziet. Want in wezen is dat ook zo, want dit is uniek. Kijk gewoon met een frisse blik. Daar gaan we mee beginnen. Dat is eigenlijk net als wat we ook deden met het scannen van je lijf. Want misschien denk je wel dat je altijd rugpijn hebt. Maar is dat op dit moment helemaal niet zo? Dus behoud die frisse blik. Deze rozijn voor mij is uniek. En hoe ziet die er nou eigenlijk uit? Dus probeer even weer de aandacht bij jezelf te houden. En begin gewoon eens met kijken. Gewoon op je hand leggen, tussen je vingers houden en kijken. Alsof je een kind bent wat voor het eerst iets ziet. Wat zou dit zijn? Welke vorm heeft het? Welke kleur? Is het glad? Hoe valt het licht erop? Kijk maar eens goed. Misschien wil je hem zelfs wel even tegen het licht houden. En vallen je dan weer andere dingen op. Kijk zo goed dat als je dit straks terug zou leggen, kijk dan eens of je precies dezelfde weer zou kunnen herkennen. Dus als ik deze in mijn potje rozijnen stop, kan ik deze rozijn er dan weer uithalen? Heb ik zo goed gekeken? En na het kijken gaan we door met voelen. Misschien wil je zelfs je ogen sluiten om goed te kunnen voelen. Voelt dit hard of zacht? Welk gewicht heeft dit eigenlijk? Is het droog of is het plakkerig? Verandert het als je het een beetje kneedt of beweegt? Gewoon eens even echt voelen. En als we zo langzaam bezig zijn, ben je vast niet de enige die op dit moment allerlei gedachten heeft. Jongen, moet ik nou echt zo lang kijken? Die gedachten kan je gewoon weer laten gaan. Want je hebt je toegezegd gewoon even mee te doen met dit experiment. Dus je komt gewoon even terug bij de oefening en je gaat weer verder met voelen. En dan gaan we door met ruiken. Hou het maar eens onder je neus en merk op wat er gebeurt als je ruikt. Misschien gebeurt er wel meer in je lijf met het ruiken. Misschien heb je wel een natuurlijke neiging. Misschien komen er allemaal associaties bij je op als je dit ruikt. Of schieten je ineens herinneringen te binnen. En heb je enig idee of je dit zou kunnen horen?
Misschien als je het zo rustig ronddraait tussen je vingers. Kan het geluid maken? En ook hier weer als de gedachten opkomen over je to-do-lijstje, over wat je eigenlijk ook nog zou kunnen doen, breng je aandacht weer terug naar deze oefening. Want we gaan verder. Leg hem maar eens tegen de lip en kijk eens wat er dan gebeurt. Misschien merk je wel een natuurlijke reactie op. Dan leg je hem op de tong. Ga je voelen met de tong, zonder te bijten. Draai maar rond. Er gebeurt weer van alles in je lijf. Misschien voel je het speeksel komen. Ben je bewust van de textuur die je net in je handen voelde? Voel je die nu in je mond? Merk maar op wat er gebeurt. En dan wil ik je vragen te gaan bijten. Misschien merk je meteen alweer slikreacties. Proef je de smaak? Hoe is die smaak eigenlijk? Wat gebeurt er met de textuur als je zo aan het kauwen bent? En slik hem maar door. En als je doorslikt, probeer hem dan te volgen helemaal naar beneden. En daar zit je dan. Eén rozijn of wat dan ook zwaarder. En dan pak je je tweede rozijn. En de tweede rozijn mag je helemaal zelf gaan waarnemen. Kijken. Voelen. Gedachten weer terugbrengen als die er zijn. Ruiken. Horen. En dan tegen de lip en op de tong. Bijten. Doorslikken en helemaal volgen. Heb je hem op?
dan mag je nu je laatste pakken. En die wil ik je vragen gewoon te eten zoals je dat anders zou doen. Anders, hè? Wat is je allemaal opgevallen? Nou, waarschijnlijk heel veel, want waarschijnlijk heb je nog nooit zo goed iets bekeken voordat je het opat. Wat je misschien ook hebt gemerkt, is dat de intensiteit van beleving dus niet altijd in veel en snel zit. Wat we in het dagelijks leven wel vaak najagen. En ik vind het eigenlijk een hele interessante oefening, omdat je ziet dat je een ervaring kan veranderen door de manier waarop je er aandacht aan schenkt. En dat is nou mindfulness. De aandacht gaat ook vaak naar gedachten, maar die merk je dan op en je kan ervoor kiezen om de aandacht weer terug te brengen naar de oefening. En dat is nou aandachtstraining. Voor de komende tijd wil ik je vragen deze oefening in het dagelijks leven te gaan doen, met een hele ogenschijnlijk simpele oefening. Door alleen de eerste hap van je maaltijd in aandacht te gaan nemen. Alleen maar de eerste hap. Dus veel succes! En mocht je deze oefening nou nog verder willen trekken, dan kan je hem ook doorvoeren naar een handeling. Iets met een kort begin en een einde. Bijvoorbeeld tanden poetsen of douchen. Iets wat je elke dag doet. En je kiest ervoor om dat nu eens in aandacht te gaan doen. Je gaat bijvoorbeeld tanden poetsen en je proeft heel duidelijk je tandpasta. Je voelt heel duidelijk waar je mee bezig bent. En poets je altijd met rechts, wat doe je dan met je linkerhand? Wees je eens heel erg bewust tijdens deze korte oefening. Nou, probeer daar even nu eentje te bedenken en die met aandacht te gaan doen. Heb je er één? En mocht je je handeling in aandacht nou vergeten, je zou bijvoorbeeld tanden poetsen in aandacht en je staat inmiddels al lang bij het koffiezetapparaat, dan hoef je niet te wachten tot je weer gaat tanden poetsen. Nee, dan ga je gewoon datgene in aandacht doen waar je mee bezig was. Dus koffie zetten en mindful je koffie opdrinken. Een korte handeling waarbij je aandachtig blijft. Dus, succes en eet smakelijk, Serene Warrior!